gitarenbouwer en reparateur. Hoe lang doe je het al? 1965 had ik mijn eerste bandje. Ik kom van Texel. En dat was een onontgonnen gebied. Dus toen wij mijn eerste bandje hadden, kocht je uiteindelijk een gitaar. Maar ja, die moest van de overkant komen, uit Den Helder. Ja, dan was het aanbod was heel klein. Dus we moesten maar even kijken wat het was. En ja, die gitaar klonk gewoon niet lekker. Ja, mijn tweelingbroertje, want ik had een tweeling en we woonden op Texel. Hij was handig met versterkers en ik bouwde wat boksen. En op een bepaald moment, die gitarist had twee linkerhanden. Dus ik zeg, we slopen hem gewoon en we zetten hem weer in elkaar. En toen klonk hij wat beter. Dat was eigenlijk het begin. En nog steeds met veel liefde bezig? Ja, als hobby, hè. Ja. En dan zie ik hier eigenlijk alleen maar elektrische gitaren hangen. Akoestische gitaren doe je ook? Ja, violen zelfs. Ik krijg morgen weer een viool. Af en toe een vis of een zes van een Turkse muzikant had ik laatst. En daar moest dan een kwart fret op. Dat gebeurt ook. Mandolines, gescheurde bovenbladen. Achter je hangt ook een gitaar waarvan de hals los is geraakt van de hiel. Nou, dat repareer ik ook. Dus eigenlijk alles. Ja, contrabas. En er zit hier een element, een magnetisch element. Dit is voor de trillingen en dit is magnetisch. En die combinatie, die draai je hierin. En dan krijg je dus... En dit... Dat geluid, dat krijg ik nooit uit de gewone bas. Dat is typisch contrabasgeluid. Dus als ik in een combootje speling doe wat jazzy dingen... Dan... Tegenwoordig kan alles betrekken. Die kan bodies, halffabrikaten, alles kan hij krijgen. En een klassieke gitaarbouwer, ja, die moet zelf die kasten maken. Maar in principe is het makkelijker. Ben je een beetje handig, dan kun je al gauw een gitaar in elkaar zetten. Alleen om goed te laten klinken en dat hij goed bespeelbaar is en goed geïntoneerd en goed zuiver, dat is een kunst apart. Dit is een toets, zie je, met fret. Gleufjes erin. Dan knip ik dit fretje knip ik af. Dat zet ik hierop. En dat timmer ik hierin. Dus eigenlijk een soort T-tje zit hier. Een soort, ja. En dan kan ik hem erin timmeren. Dus niet lijmen of iets dergelijks. Dat gebeurt niet. Nou, die moet je rond de keerste. En je hebt een heleboel soorten fretraad. Nou, dit is een body voor een bas. Ja, daar moet alles nog aan gebeuren. Hier een heleboel onderdelen liggen. Zie je het? Ik heb dus echt door de jaren heen, er komt wel eens iemand met een oude Höfner, bijvoorbeeld zoals Paul McCartney had, zo'n vioolbasje, en die zegt, ja, ik wil wel de originele knopjes die er ooit op zaten. Nou, dan heb ik vaak nog een heleboel, ik heb er nog veel meer hoor, onderdelen, dat bewaar ik. En dan komen ze wel eens hier van, goh, heb jij nog een knopje dat? Want dan willen ze er niet een nieuw knopje op hebben. En de gitaren die ik zie hangen, die hebben allemaal verschillende houtsoorten. Wat is nou het beste houtsoort? De beste gitaar bestaat niet. Hè? Dus wat dat betreft, dat is verschillend van smaak. De een zegt, ik wil een wat warmere klank en dan gebruik je mahonie. En een ander zegt, ik gebruik, ik heb hier een bas. En dit is een zelfgemaakte bas. Dat is eigenlijk een precision bas. En ik wilde een bas hebben met wat meer bovenklank. Want hier achter deze gitaar, daar hangt nog een witte. Ook eenzelfde soort precision bas van Fender is dat. En dat is elzenhout. En dat heeft een bepaalde klankkleur. Dat is wat warmer dan essen. Nou, dit is essen. Dat is swampes, moerasessen. En dat heeft van zichzelf wat meer boventoon. Dat is wat transparanter. Maar ik wilde toch een beetje warmte hebben. Dus ik heb er een donker houtsoort laag overgebouwd. WNG. En die combinatie was voor dit... heel goed. Ik hoor de namen Fender en Gibson. Maar dat zijn dus eigenlijk de Mercedes onder de gitaren, begrijp ik? Dat zijn niet de beste. Er worden meerdere goede gebouwd. Kijk, vroeger was het zo, en dat is eigenlijk nog steeds zo. Fender en Gibson, dat waren van oudsher de merken. Dan had je wat Engelse merken. Ja, natuurlijk, vroeger had je nog de Egmond gitaren uit Nederland. Ik bedoel, Brian May, Paul McCartney hebben ooit leren spelen op een Egmond. Dat was de enige betaalbare gitaar. In Best werden die gebouwd. En langzamerhand kwamen er steeds meer merken. Maar vroeger waren alleen Gibson en het Engels, Burns en nog wel wat merken. Toen kwamen de Japanners, die gingen nabouwen. Perfect nabouwen. Hier hangt dus een mooie Ibanez. Eigenlijk is die helemaal nagebouwd van een Gibson model. En later begon Ibanez.
zelf uitstekende instrumenten te bouwen.